Okay, welkom, we staan hier bij de Zien. En we gaan kijken wat voor kinderen voor NL Doet allemaal doen voor vrijwilligerswerk. Gaan jullie mee? Wat ben je nu aan het doen met NL Doet? We zitten het de zwembad te zien schoon te maken met, met spullen. Wat heb je tot nu toe allemaal gedaan? Geveegd, zand weggeveegd en ja, het zwembad schoongemaakt. Vooral het water eruit. Vond je het leuk? Een beetje. Ja, waarom ben u vrijwilliger hier? Nou, omdat ik vind dat alle kinderen in Uitgeest recht hebben op een zwembad en dat ze hier mogen zwemmen en het zwembad moet blijven bestaan. En als wij als vrijwilligers stoppen, dan stopt ook het zwembad en dat zou heel erg jammer zijn. Dus dit hele zwembad wordt gerund door vrijwilligers? Ja, dat doen allemaal vrijwilligers. Allemaal mensen die eigenlijk niet meer werken verplicht, die doen dit werk. Eigenlijk nog meer als, denk ik, als dat ze gewerkt hebben. Ze zijn hier dag en nacht zowat aan het werk. Voor jullie. Oké, met wie spreek je? Vesper. En Bo. En wat doen jullie hier als vrijwilligerswerk? Wij moeten het bad schrobben, schoon schrobben. ja, en alles onkruid en zo weghalen. Ja. En waarom hebben jullie dit vrijwilligerswerk gekozen? Nou, eigenlijk moest je gewoon een top 3 opschrijven en dan ja, werd je geloot. Ja, en toen werden uiteindelijk door de juf de plekken gekozen waar je zat in het groepje. We zagen net met kelwagen met groen iets in. Kunnen jullie vertellen wat dat is? Nou, dat lag eigenlijk overal in het bad en dat moest je dan weghalen, zeg maar. Ja, allemaal vies groen water met prut en zo. Oh. Dat is wel vies, denk ik. Het is zo, denken ze al. Oké, met wie spreek ik? Ik ben Vincent Palmboom en ik kom uit Krommenie. En u doet vrijwilligerswerk? Ja, ik geef rondleidingen in dit fort. En wat sprak u aan om dit vrijwilligerswerk te doen? Ik heb altijd een vreemde vorm van fascinatie, de meeste jongens hebben dat, voor het leger. En ik mag hier soldaatje spelen. Heeft u vroeger in het leger gezeten? Jammer genoeg wel, ja. En dat is dus de reden waarom u hier is? Nee, ik was al als kind al geïnteresseerd in het leger. Oké. Hoe vindt u dat nu kinderen hier ook vrijwilligerswerk doen? Dat vind ik goed, want jong geleerd is oud gedaan en vrijwilligers zijn altijd nodig. Nou, wie ben ik? Met Hannibal. Wat ben je aan het doen? Ja, spelen met de natuur. Ja, waarom heb jij gekozen voor dit vrijwilligerswerk bij NL Doet? Ja, spelen met natuur is gewoon leuk. Wat heb je tot nu toe allemaal al gedaan? Knippen. Ja, het enige wat je hebt gedaan, knippen? En luisteren, ja. Ja. Heb je ook rare dingen gedaan of dat nog niet? Nee. Zoals bomen geknuffeld. Oh, jawel, dat wel. Hallo, met wie spreek ik? Anouk. En jij doet hier vrijwilligerswerk? Ja. En vind je het leuk om te doen? Ja, alleen de doors vind ik niet zo leuk. Wat sprak je aan om dit vrijwilligerswerk te doen? Nou, ik vind de oorlog best wel interessant, dus ik wou wat meer weten over de oorlog. Wat hebben jullie allemaal gedaan hier? We hebben net een rondleiding gehad en toen gingen we de bomen knuffelen. En nu zijn we de doorns aan het knippen. Was de bomen knuffelen leuk? Ja, ik heb allemaal energie gehad. Met wie spreek je? Rosa. En jij doet vrijwilligerswerk? Ja, we moeten plaatjes opzoeken. En hoe vind je het tot nu? Heel gezellig. En waarom heb je dit vrijwilligerswerk gekozen? Nou, ik had eigenlijk eerst ander vrijwilligerswerk, alleen diegene is nu ziek en ik vond het ook wel leuk om dit te doen en oude dingen op te zoeken. Ja, en dan kom ik ook natuurlijk bij de vraag, wat hebben jullie nu al gedaan? We hebben allemaal oude kaartjes hebben we opgezocht en nummertjes erbij gezet en nu zijn we prent aan het kijken. Oké. Ja. Goedemorgen, met wie spreek ik? Ik ben Jan Schouten, ik ben hier wethouder in de gemeente Uitgeest. Waarom is het zo belangrijk om de geschiedenis hier te onderhouden? Nou, er gebeurt gewoon heel veel. Soms gebeuren er gewoon onverwachte dingen, maar ook dingen die van tevoren gepland zijn. Er moeten altijd wel weer nieuwe gebouwen neergezet worden. En dan weten soms mensen later helemaal niet meer van hoe was het ook alweer. En dan willen ze soms herinneringen ophalen. Dan willen ze weten van
Ik wil foto's zien hoe mijn straat er vroeger uitzag. En het huis waar ik geboren ben is misschien wel gesloopt of het is allemaal anders geworden. En dan kan je hier naar de historische vereniging, of je kan op de computer kijken bij de historische vereniging. En dan kan je gewoon zien hoe Uit Geest er vroeger uitzag. En heel veel mensen vinden het heel leuk om te zien wat er allemaal veranderd is. Oké, en hoe vindt u dat nu twee kinderen ook vrijwilligerswerk hier doen? Nou, dat vind ik helemaal fantastisch, want daar had ik eigenlijk niet op gerekend dat ook kinderen erbij betrokken zijn. En vrijwilligerswerk is gewoon ontzettend belangrijk in Uit Geest. Want als er geen vrijwilligers zijn, dan zijn er geen voetbalwedstrijden en geen korfbalwedstrijden. En dan kunnen we het zwembad wel sluiten. Als er geen vrijwilligers zijn, dan kun je dus hier bij de historische vereniging, ja, dan gaan er geen mensen foto's op de beeldbank zetten. Maar ze maken ook één keer in het jaar maken ze een heel mooi boekje over de geschiedenis van Uit Geest. Dat is allemaal door vrijwilligers. En zo heb je allerlei groepen die voor jongeren en voor ouderen bij de speeltuinvereniging, ben je misschien ook al eens geweest. Dat is allemaal, wordt eigenlijk gedaan door die vrijwilligers. Dus het is echt heel belangrijk. En als er dus nu kinderen al betrokken worden bij het vrijwilligerswerk, is alleen maar goed. Want al die oude vrijwilligers, die gaan op een gegeven moment naar het bejaardenhuis, of die zijn er dan niet meer. En dan is het goed als er weer jonge kinderen zijn die denken van, oh, er zijn bepaalde dingen die ik heel leuk vind. Dus ik wil wel voor de voetbalvereniging, of voor het zwembad, of bij de historische vereniging, wil ik me wel voor inzetten. En het is ook heel leuk om te doen, samen met anderen. En ik zie hier ook dingen in de vitrines. Zijn die allemaal opgegraven of zo? Of wat is het verhaal daarachter? Nou, steeds als er een plek waarvan ze weten dat daar vroeger huizen gestaan hebben, of fabrieken of andere plekken, en het wordt gesloopt, dan moet je tegenwoordig altijd eerst onderzoek in de bodem laten doen. Om te kijken van, ja, als er straks weer een nieuw huis op staat, dan kunnen we er niet meer bij. Dus nu kunnen we erbij. En als je nou in die kasten kijkt die hier staan, dan staan daar ook allemaal spullen in uit de Romeinse tijd. Dus die zijn 2000 jaar oud. En er staan ook dingen die wat minder oud zijn. Maar bijvoorbeeld soms uit 1600, maar dat is toch al 400 jaar oud. En dat is gewoon hier in Uit Geest in de grond gevonden. Dus dan leer je steeds meer over de geschiedenis. En het is vooral leuk dat het natuurlijk de geschiedenis van Uit Geest is. Nou, maar dus, Anna, wat ben je aan het doen? Plaatjes opzoeken van oude foto's. Vind je het vrijwilligerswerk dat je nu doet leuk? Ja, want het is gewoon leuk om te weten. Je kan ook heel veel foto's zien van vroeger en hoe ze toen leefden. Waarom heb je dit gekozen om te doen? Omdat het me leuk leek om oude foto's te bekijken.